Een hele goede dag, beste kijkers van Mixed Games CD. Welkom bij een nieuwe aflevering van de Minecraft Hardcore Serie met Niels. Hi, zo heet ik. Maar wat we vandaag gaan doen is Enderman's Farm. En ik ben nog steeds in mijn eentje, want jij, oh god, wat doet die Niels toch? Wat doet die malle jongen dan weer toch, hè? Ik ben nog steeds in mijn eentje. Waarom? Nou, de rest is dood. Zo zijn de spelregels. Nou, eenmaal heb je een hekel aan mij, dan spijt het me enorm kijken. Maar ik kan er ook niks aan doen dat iedereen al dood is, weet je? Sorry. Nogmaals, sorry. Ja, de zon gaat in ieder geval onder, dus we kunnen meteen eventjes Endermans gaan hunten. En hoezo ontsnappen alle koeien? Hoe kan dit? Is het hier een gat? Nee. Hoezo? Ik snap er echt de ballen van. Ik heb ze toch niet meer nodig, weet je? Ik vermoord ze wel gewoon en dan ja. Ik heb daar toch zat, weet je? Kijk ze dan. Hoe kunnen ze allemaal. Ik snap er echt niks van. Minecraft ook altijd met zijn rare buxes. Bugs bedoel ik natuurlijk. God, buxes. Jongens, dat is geen Engels. Minecraft ook altijd met zijn rare bugs. Ja, ik snap er ook nooit wat van. Ik laat ze wel gewoon. We gaan weer deze kant op rennen. Want volgens mij kun je op deze manier het snelste enemies verkrijgen. Wat we onder andere nog moeten doen is. Dingen vooral. Ja, dat vooral, Niels. Hey, goed zo, man. Hey, high five. Nee, we moeten nog bookcases krijgen en de sugarcanes aken. Waar zit die? Het zit niet zo te teleporten, meneer. Ik kijk wel gewoon naar je benen, want dan zeggen mensen, ja, Niels, dan moet je naar de benen kijken. Want dan vallen ze niet aan. Oké, dan doe ik dat. Is nog niet goed. Hey, gaan we niet twee keer mappen. Gelukkig heb ik diamond armor, dus ik ga waarschijnlijk niet meer dood. Dat kan heel kut zijn van jullie. Het kan ook heel gunstig zijn. Want dan is deze serie afgelopen. En zoals ik al zei... we kunnen altijd nog een gewone hardcore road to the wither of zo doen, weet je wel, zoiets. Maar één wither is dan ook net niet genoeg, vind ik, eigenlijk. Ik bedoel, één wither met z'n vieren lukt makkelijk. Want je kunt tegenwoordig zo'n machine, dan moet je sowieso aan niet zo'n rare machine moeten bouwen. Want er zijn mensen die hebben zo'n machine bedacht en die gooit allemaal health potions of zo. Iets in die richting, ik heb me er ook nog niet in verdiept. In ieder geval, die gooit helemaal allemaal health potions enzovoort. En daardoor gaat hij heel snel dood. Maar dat is natuurlijk niet leuk. Want er moet wel een kans zijn dat doodgaan. En jullie hebben al wel gezien, dat doet de Nether al wel aardig bij ons. Maar daar gaat het niet. What the fuck is dit? Oh, creep is in een put gevangen. 4. Oh, jongens toch. Oh, goede tijden, hè. Goede tijden. En misschien kan ik ook wel gewoon in de aflevering eventjes, weet ik veel. Ik weet eigenlijk helemaal niet meer wat ik moet doen, jongens. Het is weer zover. Kijk, maar ik neem niet eens met damage. Oh, waarom ben ik zo sterk? Ik ben ook bijna level 40. Ook ziek hoog, vind ik dan weer. Goed, daar ben ik dan weer met mijn rare fratsen. Normaal vertel ik allemaal leuke verhaaltjes. Ik heb deze keer helemaal niks voorbereid. Ha, lol. Dus wat ga ik dan maar doen? Ik ga gewoon verder breien op mijn dag. Hoe was jouw dag kijken? Nou, mijn dag... Oh, wacht, ik wacht wel eventjes. Vertel maar even kijken. Hoe was jouw dag? Nou, helemaal mooi denk ik dan, hè? Fijn dat alles goed is gegaan. Waarschijnlijk is alles goed gegaan. Als er wat mis is gezet. Sorry. Maar ik denk dat over het algemeen gewoon wel dingen. Mensen gaan er vaak goed mee. Ja. Normaal als je mensen wat te vragen van. Hey, hoe gaat het met jou? Dan zeggen ze. Joh, gaat wel goed. Weet je. Ik vind dat sowieso een kutvraag. Je gaat dan niet aan iemand vragen. Hey, hoe gaat het met jou? Ja, het gaat wel goed. Wat is wel goed? Gaat het dan echt heel kut? Of gaat het. Want soms zeggen mensen. Oh ja, wel goed. Gaat het dan heel kut of gaat het dan juist wel goed? En wanneer is iets goed? Wanneer gaat het goed als er niks mis is gegaan? Maar wanneer gaat iets mis? En wat... Weet je, dat zijn zoveel leuke vraagjes. Die ik lekker niet ga beantwoorden, want ik weet ook geen antwoord erop. Ik bedenk alleen maar dingen. Ik ben een denker. Ik ben geen doener. Ook heb ik wel een kunstvak. Oeps. Over het doenen en denken en zo. Laat maar zitten. Laat maar shitten. We kunnen wel een keertje voor de grap dit bos in de... Ja, dit bos in de fik zetten, toch wel. Oh, hier zit al trouwens ook unlimited voedsel. Goed dat ik daar nu pas achter kom. Hey, eigenlijk moeten we een beetje een plattere vlakte, denk ik, vinden. Want kijk, op sneeuw, daar ligt al een laagje. Volgens mij kan op dat sneeuwlaagje bijna geen monster spawnen. Of tenminste, oh jee, daar konden we eentje uitgepoept. In die sneeuwlaagjes kun je bijna geen monsters krijgen, volgens mij. En hier, daarom loop ik nu ook heel de tijd op dit gras hier zo. En ik denk dat je daar snelle monsters kan krijgen. Maar ik weet het niet zeker. Dat is een beetje mijn probleem. Over het algemeen moet je gewoon zo plat mogelijk vlak hebben. Zo weinig mogelijk gras erop. Geen sneeuw zoals hier. Maar gewoon echt een plat vlak.
Maar die hebben wij niet, volgens mij. En dan moet ik een beetje op reis gaan. Wat ik op zich wel in de aflevering kan doen, is alvast de nether of de end gaan zoeken. Nee, volgens mij heb ik dat de vorige aflevering ook al gezegd. Ik val een beetje in de herhaling. Sorry, jongens, sorry. Het was gisteren. Gisteren heb ik die opgenomen. Voor jullie is dat echt alweer een week geleden of zo. Ja, dat is raar, hè? Ja, maar ik heb ook school en zo. En daar moet ik ook nog steeds mee bezig. Ik heb morgen ook nog een wiskundeproef, hè? En ja, ik weet nog langer niet alles en dat is een beetje een probleem. Maar goed, ik red mezelf alweer. Ik ga straks mooi eventjes een uurtje of twee wiskunde maken. En dan ga ik weer lekker even gamen met de jongens. En dan ga ik waarschijnlijk een keertje slapen, denk ik. Ja, en dus zo deel ik mijn dag een beetje in. Maar goed, ik had jullie al gevraagd van, oh, hoe was jouw dag dan? Nou, ik ga over mijn dag vertellen. Want deze jongen is echt rebels geweest. Hè? Ik heb nog nooit probleempjes met school gehad. En nu heb ik mijn eerste hele kleine probleempje. En deze jongen is misschien ook een beetje trots, misschien ook niet. Ik heb mijn eerste kleine probleempje gehad. En wat is dan het eerste kleine probleempje? Nou, ik heb de mobiel in de les gehad. Oh mijn god, ik pakte mijn mobiel in de les en ik keek erop. Omdat ik de opdrachten klaar had. Oh, wat is die jongen toch rebels, hè? Wat is die jongen toch rebels? Oh jongens, toch. In ieder geval, hij zei zo, ja, dan kun je nooit 8 uur ophalen, zei mijn leerkracht. Ik zei, ja, maar dat ga ik niet doen. Ik ga niet wachten tot 8 uur. Ik ben helemaal gek. Nou, dan heb je hem toch niet meer voor vanavond. Ik zei, prima joh, ik kan heus wel makkelijk zonder mobiel leven. Tenminste, dat dacht ik dan wel, dat ik dan wel kom. Dat weet ik niet zeker, maar ik denk dat ik het wel kan. En anders, ja, dat zou het wel, is wel ernstig zijn als je niet zonder mobiel kan leven. Wat de meeste mensen wel hebben tegenwoordig. Maar, daar kan ik wel eventjes verder over ratelen. Dat is geen probleem. Tegenwoordig, mensen die kunnen echt niet zonder hun... Er zijn echt mensen bij ons op school die draven helemaal door waarom hun mobiel is in de les afgepakt, ja? En dan mogen ze hem pas weer later op de dag ophalen. Mensen raken helemaal overstuur. Dat kan ik echt niet begrijpen. Ik bedoel, is het nou zo erg als je je mobiel kwijtraakt? Kun je niet op een andere wijze, op een ander moment met iemand communiceren of zo? Of... Speel je de spelletjes op? Kun je niet gamen op je computer? Ik snap dat niet. Ik snap dat echt niet. En sowieso als je een fucking mobiel van 300-400 euro betaalt. Waarom koop je dan geen goede computer als je daarop wil gamen? Ja, ik weet niet hoeveel mensen eigenlijk gamen op hun computer. Ik vind het geen aanradertje. Ik vind dit echt wel een aanradertje wat ik nu aan het doen ben. Dit is wel zo'n YOLO moment, weet je. Ik kan ook gewoon tegen... Fuck jullie. 1-op-1, hè? Hier, poja! Poja! Boeia! Boeia! Wauw, al die pijlen. Wilde ik even checken. Wil ik even shaky doen. Oh ja, we hebben alweer een boog erbij. Weet je, dan hoef je de boog zelf ook niet te maken. Kost weer minder moeite. Hoi, oh, ik ben trouwens heel veel voedsel kwijt. Die moet ik eventjes erbij vullen, anders ga ik dood. Dat is niet de bedoeling. Zo, ik heb toch zat vlees. Ik heb toch zat vlees, jongens. En alweer nog steeds geen Endermans. Ik word helemaal gek hier. Ik wil gewoon die Endermans pakken. Ik wil naar die end. Ik wil doodgaan. En dan beginnen we weer lekker opnieuw met deze serie. Want waarschijnlijk ga ik toch dood. Maar ik weet nog steeds niet wat ik wil doen. Wil ik nou die Ender Eyes allemaal onscreen doen? Ik weet het niet, hoor. Ik bedoel, jullie zien wel, ik overleef het wel. We gaan gewoon alle nachten door. We vinden weer geen Ender Pearls. En we gaan weer verder. En dat is de hele tijd en on en on en on. Blijft de serie dan nog wel interessant? Ik weet het niet. Ik weet het echt niet. Daar moet ik nog wel over na gaan denken. Ja, hoe ga ik dat doen, jongens? Zal ik gewoon de Ender Pearls offscreen doen? Ik denk dat dat voor jullie nog wel leuk is qua gameplay kijken. En dan maak ik gewoon deze video zo nog af. Of we gaan de volgende aflevering alvast naar die end zoeken. Dat kan ook. Ik denk dat dat wel een leuk is. Ik ga de volgende aflevering, jongens, ga ik naar die end zoeken. En voor deze aflevering ga ik deze creeper in de put lokken, want dan kan ik het botje lekker veranderen. Laat maar zitten. Mijn kut leven. Nou, ik ga eventjes kijken of de bookcases en zo al gemaakt kunnen worden, denk ik. Oh jee, nou dat zijn heel veel torches. Nou goed, dan hebben we heel veel torches hier. Nog even snel checky doen of er geen endermensen in de buurt zijn. Nou, ze despawnen nu toch, dus dat is heeft ook geen nut eigenlijk. Wat een kut leven heb ik toch soms, hè. Wat een kutleven. Als we ons vervelen, kunnen we altijd nog, weet ik veel, de village opblazen natuurlijk. Zulke dingen kunnen we altijd nog gaan doen. Eventjes wat wiet pakken. Gaan we dit alvast even oogsten. Maar voor de rest, wat heb ik vandaag nog meer gedaan? Ik had vandaag
het laatste uur lekker uitval. Dus daar heb ik 1 uurtje minder school. Dat is wel ideaal. Alleen, ik weet niet zeker of het echt niet doorgaat. Want normaal is het altijd zo. Dat is mijn kunst dan. Die valt wel eens vaker uit. Maar dat is al heel vaak geweest. Alleen omdat de roostermaker dan een foutje heeft gemaakt. Dus hoogstwaarschijnlijk ben ik vandaag niet in de les geweest. En ja, ben ik eigenlijk dus afwezig. Dus heb ik 1 uur gespijbeld. Dat is misschien een probleem. Misschien ook niet. Ik denk dat mijn lerares daar niet zo'n probleem van maakt. Want ze is ook mijn mentor. En ik kan nog wel aardig met haar overweg. In vergelijking met andere kinders. En dat is ook wel eens fijn als je met je eigen mentor goed overweg kan, toch? Ja, toch? Ik vind van wel. Ik kan wel met haar overweg en zij wel met mij. Dus dat komt allemaal goed. Waarom zit hier Birchwood? Ik heb echt... Wat hebben mensen gedaan in deze video's? Oké, dat groeit ook al niet aardig snel. Jezus, we maken geen progress. Oh, dat vind ik vervelend. Nou, ik ga denk ik straks eventjes mijn inventory eventjes goed zetten. En dan gaan we ons voorbereiden om naar The End te zoeken. Ik ga nou eventjes deze dingen wegmappen. We hebben weer wat sugarcane erbij. Dan maken we nog even wat boekcases. En vanaf daar, ja, weet ik niet. Mijn ideeën raken ook een beetje op wat ik moet doen. Want het enige wat ik nog moet doen eigenlijk is enderpearls verzamelen volgens mij. And correct me if I'm wrong, maar ik denk dat we alleen enderpearls nog nodig hebben. Want we zijn ook naar de Nether geweest. Ik kan wel weer naar de Nether gaan, weet je. Dan zijn we nog sneller van deze serie af, maar ik weet ook niet of dat de bedoeling is. Ik denk dat het beste gewoon is dat ik offscreen de enderpearls ga verzamelen. Voor zoveel mogelijk in ieder geval. Zoveel als dat mogelijk is. Behalve als jullie echt alles willen zien. Maar ik neem aan dat niemand daar echt interesse in heeft om alles te kunnen zien. Heb ik niet meer ladder. Zit hier geen ladder in? Nee. Hier geen ladder in? Nee. Oké, ladder, ladder. 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 Geen ladder. Ja, hier is ladder. Oké, cool. Ik heb voor de rest geen sugarcane meer. Die had ik hier allemaal ingegooid, dacht ik. Nee, ook niet. Of heb ik maar 2 boeken? Dat slaat ook nergens op. Ik heb nog geen 2 boeken, jongens. Kom op. Ik ben de weg helemaal kwijt, jongens. Ik ben de weg helemaal kwijt. Heb ik echt maar 2 boeken? Oh nee, wacht. Die dingen had ik al neergezet, hè. Natuurlijk. Niels. Oké, we pakken de blaadjes weer. En we gooien er weer wat ladder. Oh nee, wacht. Dan moet je andersom. Derp. Oké, nice. We hebben 9 boekjes. Kunnen we weer 1 boekenkast maken. Nou, we schieten op al, jongens. We schieten echt gigantisch op in deze serie. In ieder geval, mensen, vond je deze video nou leuk? Dan zal ik zeker eventjes weer blijven kijken. Want jullie dachten ik wel, Niels gaat afronden. Nou, Niels gaat niet afronden, want ik ga nog eventjes mijn spullen organiseren. Ik neem aan dat we gewoon heel veel troep niet meer nodig hebben. Zoals dit kan allemaal weg, joh. Het boeit me ook allemaal helemaal niks meer, jongens. Het boeit me allemaal helemaal niks meer. Die dingen hou ik nog eventjes, want ik weet niet zeker of je... Deze hou ik ook nog even, want ik weet niet zeker of ik dat heb gebruikt. Ik hou die sticks nog even. Want die komen altijd goed van pas. Torch kan weg, dit kan weg, dit kan weg. Dit zou ik even in de chest gooien. Dan combineren we deze even met elkaar. Maar dat kan. Dat wisten heel veel mensen niet. Nou, bij deze het kan. Voor de rest moeten we dit eventjes hierin gooien. En dan zijn we al zo'n beetje weer klaar. Voedsel. Heb ik dan alles? Ja, oké, dan maken we eventjes de enderpearls. Enderpearls. Zo, deze enderpearls. Ik neem er 3 mee, denk ik. Of ik kan daar gewoon wel een basis starten, dat is ook wel cool. Nee, maar ik heb hier mijn enchantment table. Ligt eraan hoe ver we weg zijn. Waar had ik de blaze rods neergegooid? Ik ben echt de weg helemaal kwijt. Zitten hier? Ja, die zitten hierin. Oké, dus deze pakken we ook eventjes. Maken we hier eventjes blaze powder van. Gooien we die op de enderpearl en we hebben een IFT ender. En dan gaan wij op pad. Naar The End. Tenminste, daar ben ik wel van plan. Ik ben het wel van plan naar The End gegaan. Dus mensen, vond je deze video leuk? Eventjes een duimpje omhoog. Abonneer, reageer. Misschien tot de volgende keer. En de volgende keer gaan we dan naar The End. Ajo.